Natuurlijk hoopte ik dat hij gewoon vast moest blijven zitten. En dat dat nu ook uitgesproken is, dat is natuurlijk wel echt het beste wat we eruit konden halen voor nu, zeker. Het is een spannende dag voor Nikki Lee Jansen uit Medemblik. De man die haar Dropbox hackte en intieme video van haar op Dumpert zette, staat vandaag voor de rechter. Het is de eerste keer dat ze oog in oog staat met hem. Ik keek er heel erg tegen op, omdat het toch wel, weet je, je houdt je altijd heel stoer en je denkt van, oh, eindelijk zie ik hem dan. Maar natuurlijk is het wel een confrontatie dat je denkt van, oh, dus jij bent die persoon die mijn leven eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar zo zuur gemaakt heeft. Dus het is ook wel heel erg spannend. De verdachte zei vandaag dat hij spijt heeft van zijn daden. Ik geloof daar helemaal niks van. Nee, de kilheid en meedogenloosheid hoe hij was in die periode. Ik denk dat hij het alleen maar zegt nu om het zeggen in de hoop dat zijn straf misschien verminderd gaat worden. Maar ik geloof er niks van, nee. Het is inmiddels bijna 2 jaar geleden dat de beelden van Nikki op het internet belanden. Een gebeurtenis die een enorme impact op haar leven heeft. Ze heeft dan ook heel erg toegeleefd naar de zitting vandaag. Toch wel weer met heel veel spanning, eigenlijk net als toen het bezig was, zeg maar, mijn hek. En dat ik dus niet wist wie die was. Ik had niet meer echt het vertrouwen dat het zou lukken, dat ze hem zouden vinden. Dus misschien een soort van achter me gelaten. Ondanks dat je er altijd wel mee bezig blijft. Maar nu was het echt weer dagen tellen. Zo van, oh, 16 oktober is de zitting. Dat gaat nu natuurlijk weer door tot aan 7 januari, echt inhoudelijk. Dan wordt de zaak behandeld en moet duidelijk worden hoe de hacker en afperser gestraft gaat worden. Ja, strafmatig gezien. Ik hoop dat hij gewoon zijn straf krijgt die hij in dat opzicht verdient. Zo lang mogelijk natuurlijk. En wat ik natuurlijk hoop is dat we op deze manier eindelijk onze kosten die we hebben moeten maken, dat we die kunnen verhalen op deze persoon.